Een hele goede morgen, mensen. Ik ben onderweg naar een Tinka Hunter meeting. Het is nu onderhand 6:10. Ik ben nog iets te laat. Het zou eigenlijk om 6:00 moeten wezen. Ik ben er nu bijna, nog 3 minuutjes. En dan zou ik bij een grote vijver aan moeten komen, volgens mij. En dan gaan we zo eens even kijken waar we moeten wezen. Wat ik vandaag op de planning heb staan is dus deze meeting. Tot nu of 12, 1. Doe tot 8:00 s'avonds, maar dat ben ik niet op plan. Want ik ga daarna weer een nachtsessie doen. Dus dan ga ik rond 1:00 of 12 ga ik naar het nachtwater toe in Zwolle. Dus het gaat een leuke video worden. En ik hoop dat jullie weer veel kijkplezier hebben. En, ik zie jullie zo weer. Hengelcursus, rijden 2 hengels. Ja, voor de boom. Ja. Dus voor mijn gelukje. Ik zal zo even de step laten zien waar ik zit. Het is wel heel kort. Ik moet een beetje improviseren met de stoel en steun en alles. Maar goed, ik heb de spullen opgebouwd. Ik zal jullie even laten zien hoe het eruit ziet. Eruit, het water, heel groot water, en hier is de stek nummer 20, en eigenlijk heb je maar dit stukje om te zitten, dus ik hang al zo kort mogelijk tegen de steun aan, een beetje improviseren, maar goed, het is niet anders. Even wat opbouwen en dan zie ik jullie zo weer. Bij de action, zeg maar, daar schijnt minder in te zitten als dat je de dure soort hebt. Maar ja, proberen maar. Gewoon alles proberen. Voertje speciaal met mais, vermalen, alles erin. Ja. Maar ik heb... Ja. Slecht bier, hè? Ik heb met een pennetje hier vooraan gezeten met mais erop. Ik heb met iets gezeten. Ik heb verschillende soorten boilies. Ik zit met mais daar. Had je met wormen, met maaien, met zeg het maar. Op de maaien krijg je af en toe een patikje zo op de top. En dan houdt het op. Maar dat is dat hele kleine spul. En voor de rest is het niet veel. Jammer. Dat is niet anders. Gelukkig is het gezellig. Daarom. Dat is het belangrijkste, toch? Ja. Yo mensen, vandaag weer een nieuwe nachtsessie. Ik ben onderweg naar Zwolle. De hele auto is weer volgepakt. We gaan weer een nachtje statisch op karpen vissen. Ik ga vandaag samen met Daniel. Daniel, een ervaren karpenvisser, dus ik kan er nog veel van leren. We kennen de plas allebei niet. Nieuw water, dus wat zoeken. Maar we hopen dat we jullie een paar vissen kunnen showen. Ik heb er ontzettend veel zin in. En ik zie jullie straks aan de waterkant.
Zullen we wegen? Ja, doe eerst maar wegen. Voel je nou? Ja, zeker. Maar jongens, de eerste vis. Hoe laat is het nou, Daniel? Zal het 10 uur wezen? Bijna 10 uur, denk ik, ja. Wat tikt hij aan? Kan je het zien? Nee. Ik weet niet of je het kan zien. Kan je het zo zien? Ja, misschien wel zien. 11 kilo. 11 kilo. Ja, stop begin toch, dacht ik zo. Perfect. Ja, de hele... De dag nog niet geen beet gehad. Dat is wel gaaf, dit is mijn eerste vis. Een hele mooie spiegel. Kijken of ik nog even van de camera kan houden. Hier. 11 kilo jongens. Mooie spiegel. Ja, beter kan je de dag niet beginnen, denk ik. Perfect. Hè? Dacht ik. Nou, deze gaat mooi weer terug. En hoop op meer vissen, dacht ik zo. Goed begin. Ik ben weer thuis, spullen liggen in mijn auto, moet ik zullen uitpakken. Ik heb echt een super gave sessie gehad. Mijn eerste karper gevangen op statisch karpervissen. Meteen een 22 pond spiegel. Super slecht weer gehad, heel veel last van muggen gehad. Maar het was allemaal waard. De drill in de regen gehad, noem maar op. Het was echt super vet om te doen. Ik ga nu spullen opruimen. Geef natuurlijk een dikke like als je hem leuk vond. Reageer even onderin. Dat zou ik ook heel leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.